Die Duitser heeft dus keihard geroepen, keine Juden hier. Ja. Dus we zijn gered door een Duitser, verraden door een Nederlander. En daardoor zeg ik altijd, denk niet in groepen, maar denk in mensen. Mijn ouders zijn verraden door een Nederlander en gered door een Duitser. Een Duitse grüne die met een Nederlandse politieagent het huis kwam doorzoeken. De Nederlander weet dat er Joden ondergedoken zitten, mijn ouders en mijn broer. Mijn grootmoeder was een hele strenge vrouw. Die zegt, die Nederlander moet in die wagen de trap op te lopen. Hoe durf je? Maar die Duitser is gestuurd. Die Duitser gaat naar boven. En die doorzoekt het huis. Kijkt mijn moeder recht in de ogen. Ziet mijn broer in zijn wiegje liggen. Mijn vader was via de zolder bij de buren even onder. En loopt naar beneden en zegt, niets gezien, keine Joden hier. Dus moet je nagaan even voor mijn grootmoeder. Die denkt, over 3 minuten zijn ik mijn dochter, mijn schoonzoon en mijn kleinzoon. Zijn weg. En die Duitser heeft dus keihard geroepen, keine Juden hier. Ja. Dus we zijn gered door een Duitser, verraden door een Nederlander. En daardoor zeg ik altijd, denk niet in groepen, maar denk in mensen. Ja, maar toch, bij die groep van Joden wil je graag horen. Nou ja, goed hoor, ik ben het. Oh, nou ja, je bent het. Ik ben het. Ja. Ik ben het. Dus en met trots. Ja, en ik heb, bedoel, ik heb geen keus dus. Ik ben halachisch Joods. Mijn ouders hebben in 1941 nog een officiële chuppa gehad, een Joodse bruiloft. Maar is een revue, in de oorlog? In de oorlog. In Eik en Linde. Vlak naast waar de Hollandse Schouwburg, waar ze een jaar later werden verzameld in 1942. Hebben ze nog een Joodse bruiloft waar een revue is opgevoerd. Dat vind ik ook het ongelooflijk in 1941. Ja, dat gewoon doorging in die tijd. Ja. Ik ga natuurlijk specifiek naar je Joodse achtergrond vandaag. Ja. Hoe belangrijk is dat voor je? Nou ja, je hebt geen keus. Of ik het wel of niet belangrijk vind, je bent Joods. En ik kom uit een milieu wat in de oorlog zo goed als uitgemoord is. Mijn grootouders zijn vermoord van vaderskant. Mijn grootouders van moederskant hebben het overleefd door een zogenaamde valse Ariënverklaring. Mijn broer is geboren als Abraham Philip Barend in 1942. Dus we hebben dit jaar zijn 80ste verjaardag gevierd. En op zo'n moment realiseer ik me altijd dan, Bert had er niet mogen zijn. Nee. Ik had er ook niet mogen zijn. Nou, om een lang verhaal kort te maken, we zijn er wel. En dat danken wij aan een gelovig christelijk echtpaar in Friesland, Jelle en Jeltje de Vries, die eind 43 tegen elkaar zeiden, wij moeten iets doen voor de Jodenmensen. Mm. En dat is puur geluk dat ik er ben. Ja, dat die mensen dat toen hebben besloten. Ja, ja, ja. Want, 45.000 Joden zijn vermoord. Ja. En die overleefd hebben het alleen maar overleefd dankzij hulp van illegale hulp van anderen. Ja. En dankzij de leugen. Haidt is overleden. En we hebben de begrafenis. En we hebben een dominee, een hele godvrezende dominee. Mm. Die alleen maar echt zo'n ouderwetse donderpreek. Ja. Donderpreek. Dat we zijn hier alleen maar om onze zonden te boeten en zondaars op aarde. En terwijl die Jelle, de hele eerste rij, was er dankzij die zondaar. Dus mijn broer en de kinderen, ik was er. Ja. Mijn moeder was er nog. Ik zou ook spreken op verzoek van Mem. En bij die dominee, ik word zo godvergeten kwaad op die dominee. Ik denk, vuile klootzak dat jij bent. Hoe durf je dit te zeggen? De hele eerste rij. Dus ik ga er op die kansel staan. Heb mijn hele toespraak vergeten. Ik zeg, deze zondaar. Ik zeg, de hele eerste rij zit er dankzij die zondaar. Hoe durft een dominee uit te spreken dat hier een zondaar... Het is een held. En die zal in vreugde ontvangen worden als er een hemel... Wordt hij in de hemel als een koning ontvangen. En ik heb, dus na afloop kwamen mensen het dorp naar me toe. Dominee was niet, maar die jongen uit Amsterdam had mooi gesproken. En toen lag Mem op haar sterfbed. En dat... Ook een moment wat ik nooit vergeet, in Sneek. Ze was in een verzorgingstehuis. En op een gegeven moment pakt ze mijn hand en zegt... De duivel komt mij halen. Zij? Ja. Ik zeg, hoe kom je erbij? Ja, zegt ze. Ik heb niet kunnen voorkomen dat jouw moeder op het eind van de oorlog is opgepakt. En daardoor komt de duivel mij halen. En ik kende dat verhaal. Want wat was er gebeurd? Er is een... Ja, hoe, wat weet ik niet, maar... Ergens februari
1945, toen al geen treinen meer reden, geen deportatietreinen meer, kwamen ze aan de deur ineens en of ze Joden in huis hadden. En Mem heeft toen, is geschrokken en mijn moeder stond erachter, ja gezegd. Oké. En toen is mijn moeder dus meegenomen. Ja. En die gaat dus naar Westerbork, die wordt in Westerbork bevrijd. Wat de mooiste bevrijding is die er is, in het kamp bevrijd worden. Met geloof ik 800 mensen waren daar toen nog. Maar in ieder geval, Mem voelde zich dus schuldig. Ja. Dat ze mijn moeder niet had kunnen behoeden van die laatste maanden Westerbork. Dus ze zegt, de duivel komt mij halen. Ik zeg maar, ik geloof niet in een hel en een hemel. Ik geloof niet in een duivel. En ik zeg maar, als er een hel en een hemel zijn, en daar geloof je in, zit Haidt in de hemel en jij komt in de hemel terecht. Want jij hebt ervoor gezorgd dat ik hier zit, dat Bert er is, dat wij kinderen en kleinkinderen hebben. Is dat echt, geloof je dat echt, Frits? Ik zeg, Mem, ik geloof het niet alleen, ik weet het zeker. En toen pakt ze mijn hand. Zo. En die nacht is ze gestorven. En daar ben ik zo blij om. Ja. Dat je dat hebt kunnen dat zeggen? Dat ik dat nog heb kunnen zeggen. Ja. Dat ze niet met een schuldgevoel... Mensen hebben ons leven gered. Ja. En gaan er nog met een schuldgevoel. En jij zegt, dat vind ik een kant van religie waardoor ik denk, mij niet gezien. Nee, nou ja, ik vind dat een niet prettige kant van religie. Nee. Nee. Dat je eigenlijk alleen maar leeft om je zonden... tegen je zonde in te gaan. Ja, op de boete op de boete. Ja. En dat die arme vrouw op de sterfbed daar nog last angst van heeft. Ja. En dan denk ik, wat heeft die godsdienst met die vrouw? Dat, want daar moet ze natuurlijk s'nachts van gedroomd hebben. Ja. Ze moet daar nachtmerries van gehad hebben. En ik ben dus blij dat ze gelukkig met een glimlach gestorven is. En ja. Ik heb het ook op de... En toen zei ze ook nog erbij... Wil je net zo mooi over Haidt spreken? Over mij spreken als over Haidt. Ik zeg, Mem, dat doe ik. Bij de begrafenis. Ja. Dat heb ik ook gedaan. Ja.